We missen nu nog twee mannen die u allemaal kent. Zij presenteren het Politieke Café, net als vorig jaar, helemaal zelf. Graag uw applaus voor Maarten en Henk van In de Lijst 11. Hij is nog niet naar huis geweest. Goedemorgen. Ach, jongens. Kom op, een beetje enthousiast. Alles goed? Kom aan. Ja. Hey. Fijn. Pak dat dag erin. Daar zijn we dan. Mag ik wel even... Henk en Maarten, wij zijn tweeënnen, heel doodgewoon, net als de rest. Wilden de politiek in, maar hadden geen lijstje. En daaraan hadden wij geweldig de pest. Maar op een dag, toen ging het gebeuren. We maakten lijst 11 voor jullie allemaal. En nu staan we hier blij en gelukkig. In de Rembrandt Mescolint in de zaal. En we hebben lijst 11. Ieder jaar hier in Rembrandt. We hebben lijst 11. Dat is ons ideaal. Allemaal! En ben je een keertje bij ons hier in Rembrandt? Word lid van lijst 11, als het kan allemaal. En nou gaat het hier weer gebeuren. Veel gekwetter als ieder jaar. De politiek moet er weer aan geloven. En over twee uur, dan zijn we weer klaar. Twee keer! En we hebben lijst 11. Ieder jaar hier in Rembrandt. We hebben lijst 11. Dat is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons hier in Rembrandt. Word lid van lijst 11, als het kan allemaal. En we hebben lijst 11, ieder jaar hier in Rembrandt. We hebben lijst 11, dat is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons hier in Rembrandt? Word lid van lijst 11, als het kan allemaal. Jongens, waggelaars en waggelarinnen, hartstikke welkom op dit Politieke Café. Het ging een beetje stroef aan het begin. Ik moet zeggen dat ik liever mijn chef werk dan mijn Jaap van Zweden. Want Jaap van Zweden is te kritisch. Als je een tiende van de seconde te laat bent, wordt hij kwaad. Chef die zit tegen ons als we om 2 uur maar klaar zijn. Ja. Chef, komt helemaal goed. Wij zeggen als In de Lijst 11, hallo waggelaars en waggelarinnen, hebben we er zin in? Nou. Zoals ik net al zei toen ik binnenkwam, gisteren in Gaasten ging dat veel beter. Ik wil het nog een keer horen. Ja. Hebben wij er zin in? Yeah. Welkom in dit Politieke Café 2016. Ja, nou onze introductie als In de Lijst 11 vorig jaar, ja zo weer een jaar geleden, ja, is dit onze eerste echte partijbijeenkomst. Ik ben de trekker van lijst 11 en dat is ten duur. Een bijzonder warm welkom aan onze burger en zijn ega, Christel, en alle andere aanwezige notabelen van Indegat. En natuurlijk, zonder jullie kan het niet, jullie allemaal waggelaars en waggelarinnen. We gaan er mooi feest van maken. Ja. En we zien dus ook al links en rechts de eerste bokken en geiten al het bokken dan komen. Dus Geert zal denk ik toch wel een keer moeten uitbreien. Als gaat niet passen. Anders moeten we nog gaan uitwijken naar de drie zwaantjes. En die noemen we dan maar tijdelijk In de Drie Inden.
Ja, en dan krijgt Rembrandt ook een nieuwe naam. En die noemen we dan maar In de Lege Bok. Hey Duwer, ik krijg een déjà vu. Hey, maar we moeten wel door met het programma, hè? Ja, dat maakt me niet uit. Ik krijg een déjà vu. Oh? Ja. Oh? Ja, ik heb echt het idee of dat we in Podium Boksel zijn. Oh? Ja, want ik zie een paar groei. Ik zie een paar kooi. En ik zie heel veel... Elf. Nee, ik heb geen lilleke gezegd, hè. Nee, dat doe ik niet. Maar als ik zo naar de opkomst kijk, hè, dan kunnen alle andere partijen daar wel een punt aan zuigen. Ja, een punt aan zuigen, ja. Zeg dat wel. Ja, meneer Vol is vol, hè. Dat is lekker. Hey, hier zit de broer van Prins Pier, volgens mij. Ja. Zie je dat? Vol is vol. Vol is vol. Maar een vol glas bier, dat is ook lekker. Of niet? Elf. Maar voordat we verder gaan met ons programma, gaan we eerst even onze doorluchtige hoogheid verwelkomen. Ik heb hem straks al eerst in de gang, die stond gruwelijk zenuwachtig. Hij is helemaal uit Amsterdam, onderweg naar hier. Chef, toetert hem maar binnen. Over de A2 met 130 km per uur. We zijn maar Amsterdam. Welkom, Prins Peer den Tweede en adjudant Mark. Alleen de Raad van Elf, die zie ik niet. Nee, dat klopt. De Raad van Elf die zit nou in dok 12 van de Frisbee. En dan noemen we nou dan maar even voor het gemak dok 11. Lieve waggelaars, waggelarinnen, burgemeester, Christel, oud-presidenten, adjudanten, prinsen en veteranen. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Geweldig. Ik begin met iets wat helemaal niet in jullie programma staat. Maar ik ga ook niet meteen mijn programmaatje afwerken. Maar ik ga jullie gewoon even toffe peer maken. Ad. Oh, hey. Ja. Want toffe peren zijn mensen die er in het carnaval in de gat iets moois van maken. Ja, maar wij, je weet nog niet wat er gaat komen, hè? Nee, daarom juist doe ik het nu. Misschien krijgen daarom we doe wel ik het nu juist. Niet. Misschien verdienen we wel niet. Want straks ben ik misschien gewoon heel ernstig teleurgesteld. Ik vind het maar gaan. Ja. Dan heb ik niet al een toffe peren. Ja, we kunnen wel stoppen. Dat zou ik toch wel even zeggen, ja. We kunnen wel stoppen. Ja. Toffe peren. Kaat. Ja, alleen voor jouw introductie van ons. Ja. Joh, het moet niet gekker worden, hè? Handig verdiend, hè? Het moet niet gekker worden. Dankjewel, Prins Peer. Jouw moment komt dadelijk nog, ja. Hè? Ja, ja. En die van ons ook, hè? Ja. Hey. En die van ons ook. Even een vraag, hè? Wie? Ken jij de overeenkomst? Ken jij de overeenkomst tussen Prins Peer den Tweede, alias Peter van As, en die historische As? Nee. Ja, ik denk, als ik moet gokken, denk ik allebei keigoed. Nee. Niet? Ze hobbelen allebei. Ja, dat is waar. Ja, waren ze allebei maar hetzelfde als Helene. Hoezo? Ja, wat denk je? Was tenminste glad en strak. Ja, glad en strak. Dat is lekker. Ja. En Helene, dat is ook lekker. Hé, die historische as, het schijnt dat lichtpatroon van Witteveen afkomt. Lekker liggen, dat is lekker. Ja, je voelt hem al aankomen, hè. Met Helene, dat is ook lekker. Nou. Hoe moet de voorzet zijn, hè? Hé, jongens, wij gaan beginnen. Wij beginnen met de opening. Ja. We gaan dit plotje gevonden. Ja, voor de opening vonden wij deze dia wel heel passend. Het is een beetje de opening van een SP. Het lekt wel een soort achteringang, denken wij.
Ja, ja. Wat jullie nou denkt, heb ik niet gezegd. Ja, sorry Ad, maar ik kon het niet laten. Nee. Wij zien het tegen elkaar al in de voorbereidingen, want ja. Maar even voor jullie, hè, de ster van Van den Broek, hè, ja. Dat ik hier zie. Ja, ja, dat is de ster van Van den Broek. Ja. Hey, en 100% sociaal, hè, dat is lekker. Ja, en 100% Helene, dat is ook lekker. Och, och, oh, dit wordt een zware dag. Wordt echt wordt zware dag. Wordt helemaal niks, helemaal jongens, niks. Jongens, nee, jongens, nee, wij waren eerder wakker dan je. Nee, grapje. Ja. Hey, even voordat wij verder gaan met het programma, wil ik toch even een moment pakken. Want vorige week is Jan Jaspers overleden. Ja. Ja. En Jan Jaspers is behoorde tot Uit een Vrienden. En Uit een Vrienden, zoals jullie weten, zijn ooit de grondleggers geweest van dit politieke vee. En ik vind toch dat we even stil moeten staan bij zijn overlijden. Kort momentje. En, want Jan trad hier ook op als buurtredner. En we praten ondertussen al over 35 jaar terug, hè, want dit is het 35e politieke vee. Alles gaat voorbij, politieke vee blijft. Op vanmiddag, hoe bizar kan het zijn, nemen ze afscheid van Jan in de Petrusbasiliek om 1:30. En Jan, ik heb even terug kunnen vinden zeg maar, naar een mooie uitspraak van Jan. Want Jan was naast Theo van der Aker zeg maar, een heel succesvol buurtredner hier. He, altijd is de punaise van de burgemeester. Hij was een draadnagel, denk ik. en ze hebben zich... En ik heb een mooie tekst terug kunnen vinden die goed past. Want hij zin als doodgraver of kerkhofassistent zit hij, en hij is nog zeer actueel, van bij ons kerde een bloemke voor uw leste rustplaats. Bij de gemeente kerde die voor uw tijdelijke rustplaats. Vandaag zijn de bloemen voor Jan. En wij wensen daarnaast uiteraard veel sterkte. En ik vind ook dat we afscheid moeten nemen van Jan hier. Hè, dat we Jan even gedenken door hem. En daar genoot hij erg van door een geweldig applaus voor Jan en zijn bijdrage aan het politieke vee. Dankjewel. Ik ben onder de indruk. Ja, ja, ik ook. Echt. Jongens. Dit was het. Oh nee, 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 sorry, sorry. Hey, even, we hebben even mijn huishoudelijke mededeling. Ja, want zonder meer. We hebben een afmelding ontvangen van Wimke van der Zanden. Waar is die? Ik zie hem, ja, ja. En Wimke die schreef op aandringen van Van den Broek. Is die er ook? Die kunnen nooit zien, hè? Ik zie nog geen vingers. Ja, want Wimke, die heeft ons een brief geschreven van beste inlijst 11. Wij kunnen, ik kan er niet bij zijn, want Van den Broek heeft verzocht om dat ik even thuis bleef. Ja, want nou, ja. Ja, vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven, ja, kameraden. Ja. Tot de maar laatste hij, dag. Hij is er dus wel. Hij dus is er wel, dan zie je ja. Dus ook maar, als Wimke wel. Kunnen ook helemaal niks doen, hè. Hey, nee. Hey, en Erik, kan hij zijn hand opsteken, ver is op in de stoel gestaan? Is hij? Heeft iemand hem gezien? Erik. Is er een... Ja, dat is alvast wel een eerlijk. Ik weet het. Hij zit in dok 11. Dok 11. Maar dat hiet dan alweer dok 12. Ja, ja, als je daarbij zit wel, ja. Ja. Hey Trekker, ik kreeg nog een appje van Ineke Platel. Nou ben ik wel heel benieuwd wat ze schrijft. Dan ben ik echt heel benieuwd wat ze schrijft. Die twitterde mij net. En die schrijft, beste in de lijst 11. Ik richt me tot jullie, de enige die ik echt politiek serieus neem in de gat. Wacht, nee, even opnieuw. Moeilijk. Nee, opnieuw, dat kan die, niet. Ik serieus neem in de gat. In de gat? In de, in de gat! Schrijven is nooit haar sterkste punt geweest. Nee, nee. Nederland was niet haar goeiste vak. Maar, nee, nee. Maar... Nee, nee, nee. Maar willen jullie live in het politieke café mijn oprechte excuses overbrengen naar Erik van den Broek en Herman van Wangooi? Want wij blijkt... Het gehobbel lag aan mijn banden. Ja, ja. Voor, ja. Voor €18,98 heb ik het kunnen laten maken bij Pika Bikes. Achteraf zonde, hè, van die €35.000, maar toch bedankt. Ja, ja.
Tada. PS, ik heb meteen een grover profiel op een banden laten snijden, want de kijkers zijn ook een beetje glad. En ze eindigt met dikke kus, Ineke Platel. Kijk, dat is dan wel heel lief. Ja, dat is aardig, hè? Dat is wel heel lief. Maar jij bent van de ontvangen berichten, maar ik heb een brief gekregen. Een brief? Ik heb een brief gekregen van Paul Hermans. Paul Hermans? Kijk, is Paul hier? Nee, dat is ook maar niet. Nee, ik denk dat hij geelzucht, hè. Maar geelzucht. Dat maakt niet uit. Hij is geelzucht. Ja. Nou, wat hij schrijft. Beste in de lijst 11. Voor mij is nou het liedjesfeest is echt één ding duidelijk geworden. En dat wil ik graag met jullie delen. Er zijn namelijk drie soorten mensen. Mensen die kunnen tellen. En mensen die niet kunnen tellen. Hoogachtend, Paul Hermans. Beste Paul, zeggen we dan, troost je. He, want denken dat je gewonnen hebt, je verkeert in verrekkers goede gezelschap. Want ook bij de Miss Universe verkiezingen ging het fout. Je lijkt wat dat betreft wel op Miss Columbia. Ja, die kan ook niet zingen. Miss Columbia, dat is lekker. Ja, Miss Elaine, dat is ook. Nee, dat klopt niet helemaal. Je kunt Miss Elaine niet met Miss Columbia vergelijken. Nee? Want nee, Miss Columbia was tweede, want Miss Elaine is toch wel echt de first lady, hè? Ja, 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 ja. Elf. Hé, hey, en dan die jury, hè? Dat is wel opvallend zo'n fout, hè, van dat kwekdeuntjesfeest. Want nog een uur nadat de prins, zeg maar, als grootvorst regeerde over Indegat, hè? Ja, 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 het was verrekkers opvallend. We waren erbij. We waren er echt live bij. Ja. En wat opvallend is, want de prins die schijnt dus formulemanager te zijn bij de Boerenleenbank. Hoe kunde dan een telling fout doen? En wij noemen hem ook wel eens Mr. Einstein, hè? Mr. Einstein, ja. Ja, daar hoorde bij de wende bij, heb je of niet? Zo mensen, volgens mij moeten wij even ons rustje nemen. Maken, en dan wij zijn wij toe aan onze eerste gastspreker op deze partijbijeenkomst van In de Lijst 11. Wij vragen jullie bijzondere aandacht voor een geweldig spreker, hè? De punaise op de stoel van de burgemeester. Ja. Ik noem hem Draadnagel. Ja. Die ook nu weer, zoals ieder jaar, politiek in de gat op zijn grondvesten zal laten schudden. Wij willen jullie bijzondere aandacht en een dik applaus voor Ad Hoevenaars. In de pochtjes van mijn ogen, kijk eens naar de kuiltje in de kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in. Wanneer je ooit... Goedemorgen. Goedemiddag, waggelaars, waggelarinnen. Goedemiddag ook mensen in het café voor. Ik zou zwaaien, ze zwaaien nu terug. Ik ben begonnen met dit nummer vanwege een speciale betekenis. Op 10 januari overleed David Bowie. En er is heel veel aandacht besteed in de pers en dat is terecht. Een pop-idool dat ons ontviel. Maar op 1 januari, jongsleden, overleed Annie de Reuver. Op 98-jarige leeftijd en daar is helemaal geen aandacht aan geschonken. En daarom wilde ik beginnen met een tribute to Annie de Reuver. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Annie werd op nieuwjaarsdag dood aangetroffen toen Bassie oliebollen kwam brengen. Bassie bracht altijd oliebollen op nieuwjaarsdag. En hij kwam 's morgens bij Annie en toen was ze overleden. En hij zei nog, Bassie, ze is te vroeg overleden. Want ik ben niet zo'n ochtendmens. Maar door deze tribute aan Annie de Reuver had de Arman van Huizenband ook gelegenheid om even te rusten. Hoefde geen introotje voor mij te doen. Chef en Ans. Chef en Ans waren afgelopen jaar 25 jaar getrouwd. Ja, met elkaar. En misschien ook wel met de Arman. En misschien ook wel met de Arman van Huizenband, dat weet ik niet. Maar dat was nog zo'n bruiloft zoals dat vroeger ging. Hè? De bruid die ging een week van tevoren met haar moeder naar de Hunkemuller. Is ze later ook nooit meer geweest. En chef kreeg ook een nieuw pak, nieuwe schoenen.
Hij zei vorige week nog, die schoenen zijn al lang versleten, maar de doos heb ik nog. Ja, Ans, heb er zin in? Nou, ik ook, maar ik moet eerst nog even een buurt doen, ja. Dus, Okay. Afgelopen november waggelde ik over de Burgakker. In het smalle stuk bij de Zeeman zat wethouder Van den Broek op zijn knieën. Op zich een mooi plaatje, een SP'er die door de knieën gaat. Hij keek verdrietig. Wethouder Van den Broek huilde, zonder tranen, zoals alleen een SP'er kan huilen. Te zuinig om tranen te vergieten. Ik zei, wethouder, wat is er toch aan de hand? Erik zei, ik heb zo'n last van kijkers. Ik zei, kijkers? Ja, zei hij. Als ik hier naar het plaveisel kijk, zie ik kijkers. Ik zie kijkers in de poppetjes van mijn ogen. En als ik mijn ogen sluit, zie ik nog steeds kijkers in de poppetjes van mijn ogen. En dat is niet goed, want als een SP'er zijn ogen sluit, moet hij tomaten zien. De wethouder zei huilend, als ik deze kijkers op dit stuk Burgakker laat vervangen, dan draait Hendrik Verhees zich om in zijn graf. Ik zeg, dat is dan mooi, wethouder, want toen we het Indegatse stationsgebouw sloopten, draaide Hendrik zich ook al om in zijn graf. En dan ligt hij dus nou weer goed. Waggelaars, waggelarinnen, het is toch wel een zeer suggestief idee van ons college om de weg van de Petrusschool naar de Paters te plaveien met kinderkopjes. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. U hoeft de kinderkopjes maar te volgen en u komt vanzelf bij de Paters. Maria van den Hoven van Inbox merkte nog op dat ze in de middeleeuwen blij zouden zijn geweest met zo'n bestrating van de Petrus naar de Paters met kinderkopjes. Want de kinderen hadden toen nog geen gsm om de weg naar de Paters te vinden. En priesters en paters hebben jonge kinderen altijd al getrokken. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Trouwens, Geert en Colette, die hebben ook ingespeeld op de paters. En die hebben op de menukaart, u moet maar eens kijken, een speciaal gerecht staan voor de paters. Kinderhoofdgerechten. Naar keuze met friet of pasta. Terug naar de kijkers op de Burgakker. De eerste reactie van onze SP-wethouder op de kritiek was, die bestrating is volgens afspraak uitgevoerd en pas na massaal protest nemen we maatregelen. Nou, dat massale protest kwam er. Zowel Ineke Platel als Jetty Buiks protesteerden bij de wethouder. En waggelaars en waggelarinnen, wat is democratie toch mooi. Ineke Platel en Jetty Buiks zijn tegen en er is een besluit. Als proef op de som liet wethouder Van den Broek zich in een rolstoel rondrijden over de kinderkopjes. Van den Broek zat een beetje ongelukkig in die rolstoel. Ik weet niet of u de foto's gezien hebt in de media, Brabants Centrum, mooi bokstel. Maar de broek van den Broek werd in zijn kruis zo strak getrokken dat je kon zien dat hij, laat ik het netjes zeggen, niet van Joodse afkomst is. Je kon zelfs zien dat in de broekzak van den Broek los geld zat. Muntjes van 20 eurocent, het blijft een SP'er. Toen Dimf van de Vries van de VVD die foto in Brabant Centrum zag, zei ze, in de broek van wethouder Van den Broek kun je echt kiezen tussen kop of munt. De rolstoel werd geduwd door wethouder Van Wanrooy.
En doordat Van Wanrooy steeds Van den Broek in die rolstoel door het dorp moet rijden, kan hij zijn taken niet meer in 4 dagen uitvoeren. Formateur Van de Wiel zei, zonder uitbreiding van de werkweek zou Van Wanrooy overvraagd worden. Alsof dat aan het aantal uren ligt. Je kunt aan een pruimenboom nou eenmaal niet vragen om een appel te produceren. Toch een beetje inhoud even, want het is Politiek Café. Van Wanrooy is een wethouder die een investeringsbudget aan de raad durft te presenteren, waarvan vooraf bekend is dat het niet kan worden gerealiseerd. En de raad stemt daarmee in, zegt ook nog. Ik citeer Bolkestein van de VVD, die over zo'n financiële man eens gezegd heeft, de capaciteit van Wanrooy om met begrotingsdiscipline om te gaan is even groot als die van een hond om een worstvoorraad aan te leggen. Maar de kijkers zijn dus vervangen door de inbreng van Ineke Platel en Jetty Buiks. Toen besloten was de kijkers te vervangen, stelde Wimke van der Zanden in de raad voor om de oude kijkers te verkopen. Want, zei hij, anders liggen ze straks ergens anders in de weg. Hadden we maar meer van die raadsleden, dan hoefde ik zelf geen teksten meer te schrijven. Maar het mooie is ook nog dat Wimke gelijk kreeg, want de kijkers liggen inmiddels in de Koevoortseweg in Lennezeuvel. Maar ik stond daar dus op de Burghakker met een knielende wethouder Van den Broek. Het probleem van de kijkers op de Burghakker was in het college besproken en Maroeska had dus suggestie gedaan om de Burghakker opnieuw te laten bestraten. En dan niet door Heijmans, maar door Jas de Keistamper. Dus vroeg ze aan Herbertse Boy, edelachtbare, wilt u Jas achter zijn wolk vandaan roepen? Maar daar zat Herman van Wanrooy niet op te wachten, want die zei, we moeten dat met de Bokselse middenstand oplossen. Laten we Luc Broos van Centrum Management om advies vragen. Maar Luc Broos wilde eerst, nadat hij 3 jaar Centrum Management had gedaan en ruim 2 ton had verspild, aan een visie werken. Wat u nu denkt over Luc Broos, zou hij zelf eens moeten gaan bedenken. Een centrummanagement gaat alleen over het centrum. De winkeliers van Oosterhof willen ook uitbreiden, maar die mogen dat niet. En dat heeft gevolgen, waggelaars, waggelarinnen. Ik ging naar leermeester Bas in Oosterhof om panties te kopen voor mijn schoonmoeder. 40 denier moest het zijn. Maar Bas had alleen 30 denier. Want voor 40 denier heeft hij geen ruimte in Oosterhof. En doordat Oosterhof niet mag uitbreiden van de gemeente, loopt mijn schoonmoeder nu met blote benen. Ik denk erover om Ineke Platel en Jetty Buiks in te schakelen. Ik had wel die 30 denier meegenomen voor mijn schoonmoeder, maar die weigerde ze aan te doen. Die zei, die zijn veel te dun. Dus nou zit ik met een stel 30 denier panties. Of is dat een stel? Dat is 1 panty dan, hè? Met 2 pijpen, hè? Ja. Ik heb van de week nog geprobeerd Henk te bellen. Ik denk, dan neemt Henk of Ian neemt wel even op. En dan vraag ik aan wie we die panties kunnen geven. Maar Henk nam niet op. Ik zag hem van de week zeggen, waarom nam je niet op? Hij zegt, ik kon niet opnemen, want ik zat in Ian's broek. Dus, maar nou heb ik dus een stel panties in de maat van mijn schoonmoeder. Ik weet niet wie ze zou kunnen passen, maar ik zag Guilain net hier. Ik denk nou misschien van de brede school. Alsjeblieft. Je kunt ze even passen bij Geert in de keuken, Phil. Geert, begeleid jij ze eventjes naar het pashok? Ja? Maar het college ging dus uiteen zonder tot een besluit te zijn gekomen. Tot zover niets nieuws.
Maar Herbse Boy was wel nieuwsgierig. Stel dat Jas de Keistamper dit stuk Waggelstraat opnieuw zou kunnen bestraten. Dus toen hij s'avonds thuis kwam, ging hij buiten staan, keek naar de wolken en riep: Jas, waar ben je? Maar er kwam niks. En hij riep nogmaals: Jas, waar ben je? Maar nog steeds niets. Zijn kristal kwam naar buiten en zei: Boy, dit haalt niks uit. Jas zit in Indegat achter een wolk, niet in Herpt. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Jas komt in Indegat regelmatig achter zijn wolk vandaan. En wat opvalt is dat hij de laatste tijd alleen komt, zonder Hanne met de Moor. Want Herbse Boy heeft vorig jaar op Koningsdag gezegd dat hij een beetje verliefd is op Hanne. En sindsdien komt Hanne niet meer mee. Ze zei: ik ken die Herbse Gladjanissen wel. Ze zeggen dat ze van je houden, maar voor mij naar Liemt verhuizen, homa. Want Hanne had echt wel verkering gewild met Herbse Boy. Ze zei nog tegen hem, keek ze zo naar beneden: kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Maar Herbse Boy keek naar boven naar Hanne. Hij zag wel een kuil. Maar geen kin. Daar zat die Liemtse boezem voor. Een heel maaiveld. De verkering tussen Hanne en Herbse Boy was dus uit. Hanne heeft toen nog geprobeerd om het vuurtje weer aan te wakkeren met aanmaakblokjes. Maar dat gaf alleen in Celissen wat vuur en opwinding. En Jas de Keistamper is wel blij dat Hanne niet meer mee wil. Want Jas is bang dat hij in de Zwarte Pieten discussie terechtkomt als hij steeds met Hanne midden Moor aankomt. Maar de werkelijke reden dat Hanne niet meer mee mag met Jas heb ik van Arjan Witteveen gehoord. Jas heeft namelijk een oogje op Christel. En daarom laat hij Hanne thuis. Want Jas valt op jonge vrouwen. Dat laatste kan ik heel goed begrijpen. Ik ben zelf ook getrouwd met een vrouw van 21 jaar. 37 jaar geleden. En toen ik dat op de Waggelrevue verteld had, kreeg ik de volgende ochtend op mijn donder. Ze zei van: het is 38 jaar. Zeg, schat, kun je zien, als het leuk is, vliegt de tijd. Ik zag Jas van de week nog. Jas heeft een roos meegegeven, Christel, met het verzoek om hem aan jou te overhandigen. En hij zei: kus, wil je ze nou kussen namens mij? Nou, dat ga ik straks graag even doen, na afloop. Heel even, want daarna moet ik naar Hans. Maar Jas laat Hanne dus voortaan thuis bij de vorige burgemeester. En zijn vrouw nam Jas zijn Hanne wel altijd mee. Trouwens, ik heb gehoord dat ze gaan scheiden. Jas en Hanne. Ze beginnen volgende week met papier en plastic. Maar al met al blijft de vraag: is onze Herbse Boy een bokstelaar? We weten niet of hij een van de bokstelaartjes is. Ik heb wel gehoord dat hij grond wil kopen in Indegat. Hij let elke week op de aanbiedingen van Overvecht en Boerenbond. En misschien koopt hij wel grond in Lennisheuvel bij Oxalis. Daar is de grond wel wat duurder, want Antoon die moet ook een gedeelte beleggen in sporthallen. Over bokstelaartjes gesproken, we hebben in Bokstel een nieuw spaarsysteem. Bokstelaartjes. En die aanbiedingen, die zijn zo leuk. Bij Brabant Sport krijg je korting op het bespannen van je oude tennisracket als je een nieuw koopt. Dat is net zoiets als een gratis beurt voor je oude auto die je net ingeruild hebt. Woninginrichting Den Oude. Ze liggen op de knieën voor me, hè? Zie je dat? Ze liggen op de knieën voor me. Ja. Dat ik dat nog mag meemaken. Maar ik had liever iemand anders hier zien. Ja.
Ja, die moet blazen. Ja. Bij woninginrichting Den Oude krijg je 10% korting op de gehele collectie. Ik ben er vanmorgen nog even langs gelopen, alles staat er nog. EP Rikkelman, tegen inlevering van 100 bokstelaartjes een gratis vergroting. Ik wacht tot Carpe Diem deze aanbieding gaat doen. En dan is er ook een hele mooie aanbieding van Foundation Bekkers. De concurrent van Hunkemuller, Hans. Als je daar trouwens de deur binnen gaat, dan doet de bel stringelingeling. Daar krijg je met bokstelaartjes een slip voor de halve prijs bij aankoop van een BH. Mijn vrouw zei nog, daar kun je ze niet voor laten hangen. En daar heeft ze bijgeschreven, hoewel dat bij mijn vrouw niet het geval is. Ja, ze verandert wel eens wat in mijn tekst. Je kunt trouwens bij tafel 25 tegenover Stringelingeling, kun je alles kopen. Dus daar kun je ook de foundation van de serveersters kopen. En die serveren dan gewoon stringloos verder. En dat is makkelijk bij het pinnen. Bij de Bourgondier krijg je 2,50 korting op een fles witte huiswijn. Dat is een mooie aanbieding, want witte huiswijn die drinkt Obama ook, dus dat is hele dure wijn. En Arjan Witteveen had die fles gezien en die zei, het is nog echte miswijn ook. Het staat op de fles, mis en boeteien. En bij de Bokselse Watermolen krijg je 20% korting op alle dierproducten. Ik wacht tot die aanbieding bij de keurslager komt. Het gemeentehuis van Indegat is verbouwd. Bas Schel, de gemeentevoorlichter, nu nog. Of is hij al weg? Is hij al weg? Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Bas zei, we zijn van een nummertjesbalie naar een beleefruimte gegaan. Alsof ik hem over Carpe Diem hoorde praten. Maar alle ambtenaren kunnen nu op een wisselende plek gaan zitten. Vorige week was er een ambtenaar die het allemaal te veel geworden was. En die hing ondersteboven aan het plafond. En hij riep, ik ben een lamp, ik ben een lamp. Waarop zijn leidinggevende hem naar huis gestuurd heeft om enkele dagen bij te komen. Wethouder van de Wiel zat daar ook te werken. En die zei, dan ga ik ook maar naar huis, want in het donker kan ik niet werken. Wethouder van meewerkend Bokstel. Pak je zakdoekjes op het bureau laten liggen. En daar stoorde de volgende ochtend een collega zich zeer erg aan. Tempo. Vorig jaar hadden ze bij de gemeente last van muizen in het archief. En toen hebben ze een kat aangeschaft en binnen enkele dagen was het probleem over. Maar na een jaar hadden ze weer last van muizen, want toen had die kat een vaste aanstelling gekregen. Weer even terug naar de paters. Stapelen, 100 jaar assumptionisten in Bokstel. En de paters hebben in de gat een feest aangeboden. En ze zeiden dat dat was als dank voor de gemeenschap. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. En er is op Stapelen ook een traditie in ere hersteld. Sinterklaas neemt zijn intrek in Stapelen. Laat de kindertjes maar bij ons komen. Ik hoorde iemand opmerken, het zou niet mijn opmerking geweest zijn, maar ik wil hem toch wel eventjes hier over het voetlicht brengen. Ik hoorde iemand opmerken, Sinterklaas bij de paters, dat is net zoiets als Benno L. inhuren als schoolfotograaf.
Sinterklaas werd dit jaar ingehaald bij de Zwaanse Brug. En de kinderen hebben toen een nieuw Sinterklaaslied moeten leren. Zie de maan schijnt door de kastanjeboom. Die discussie over die kastanjeboom duurde wel erg lang. Terwijl een kastanjeboom... Ik hoor Geert van der Wal nog zeggen... Ik zou best een kastanjeboom willen op mijn terras. Dan had ik tenminste een terras. Maar over die kastanjeboom hadden we beter democratisch kunnen besluiten. Gewoon vragen wat Ineke Platel en Jetty Buiks ervan vinden. De eigenaar van de rechter weet wel wat hij wil. Die wil de kastanje eruit en de beuk erin. En dan was er ook ophef over het ineens verdwenen bankje. Die komt nu terug bij het zonnetje aan de andere kant. De eigenaar van het zonnetje dacht, laat Van der Langenberg maar rechter zijn. Ik ben wel linker. Over linker gesproken, Maruska, onze wethouder, die organiseerde een inspraakavond over de opvang van vluchtelingen. En dat was terwijl Herbtse Boy in een serie van Omroep Dommeland bezig was om een geschikte slaapplaats te vinden voor Sinterklaas. En Maruska zocht slaapplaatsen voor vluchtelingen. Maruska zal binnenkort ook wel uitbreiding van arbeidstijd krijgen. Op die avond over vluchtelingen deed Ton Jonkers van ODC het voorstel om alle vluchtelingen die in Boksel komen wonen wat ontspanning aan te bieden. Dus we bieden ze dan, zei Ton, een seizoenskaart van ODC. Die sprong zei, dat zou ik niet doen, want die mensen hebben al genoeg ellende gezien. En Ties schijnt ook nog gezegd te hebben, als je dan toch een seizoenskaart geeft, kun je ze beter niet naar amateurvoetbal laten gaan, maar naar betaald voetbal, dus geef ze dan een seizoenkaart van Bok. Nee, naar ODC, dat kun je een vluchteling niet aandoen. Je zult maar uit een plat gebombardeerd Aleppo na maanden reizen in Boksel aankomen en dan in sportpark Wagenaars worden neergezet. Dan moet je toch echt denken van hier zou een bombardement geen kwaad kunnen. Die vluchtelingen kunnen we trouwens het best slaapruimte bieden op de leegstaande bovenste etage van het gemeentehuis. Er is geen bestemmingswijziging nodig en het is budgetneutraal. En er stond gisteren iets in de krant over een stankcirkel. Nou, die valt bij het gemeentehuis ook wel mee. En de slaapplaatsen zijn nog intact op die bovenste etage. Over die stankcirkel gesproken, vorige week werd een ambtenaar naar huis gestuurd door zijn chef omdat hij zo ontzettend uit zijn mond stonk. Daar hadden de collega's last van, dus hij werd naar de bedrijfsarts gestuurd. De bedrijfsarts ging met hem in gesprek, de bedrijfsarts die onderzocht hem. En die zei van nou, die slechte adem van u, er is wel iets aan te doen. U kunt kiezen uit twee dingen. U kunt stoppen met nagels bijten. En als u dat niet wil, dan zou ik stoppen met steeds aan uw kont krabben. Het CDA organiseerde in november een themaavond over armoede. Ik denk, daar ga ik heen, want die avond zal wel over de gemeenteraad gaan. Maar het ging over de voedselbank en de spreker was Arjan Witteveen. Het was dus toch armoede. Arjan introduceerde trouwens bij de voedselbank een nieuwe slogan. Op is op. Helene van As presenteerde die avond en in diezelfde week had ik Helene al gezien dansend in Podium Boksel bij vrienden van Podium Boksel Live. En toen had ze een leren jurkje aan. En toen sprak een aanwezige, kijk eens, ze heeft echt leren mouwen. Herbtse Boy was een week eerder gesignaleerd bij de kromploegers in een lederhoze. Wat u nu denkt...
Ja, de Prins het Liemtwerk bij InBev, hè? Ja. Dat is weer wat anders. Helene van As, daar had ik het over, is prinses. Ze is de echtgenote van onze prins. En de prins verzorgt vinielavonden in de gat. En ik wilde ook eens naar zo'n vinielavond, dus ik ging naar de interieurshop Bokstel. Want voor vinyl moet je op de Kapelweg zijn, had ik beloofd aan de sponsor. Interieurshop Bokstel. Trouwens, ik had ook nog beloofd een contactadvertentie te plaatsen. Er staat hier een zeer charmante, vrijgezelle jonge man binnen. Hij heeft een Turks voorkomen, maar is een heel aardige man. Hij heeft trouwens wel werk. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Maar dat is Toon, ik weet niet wat Toon is. Toon was vorige week bij het Brabant Centrum geweest om een contactadvertentie te plaatsen voor een vrouw. Toen zei die secretaresse van Brabant Centrum, meneer, moet hij er deze week al in? En toen zei hij, het zou wel fijn zijn, maar dat hoefde er niet bij te zetten. Maar ik was dus op weg naar die vinylavond. Nou schijnt die vinylavond, die wordt gepresenteerd bij Café de Boer. Dat café is vernoemd naar Wimke van der Zanden. Maar onze Helene is dus proces. Prins Peer die bestrijdt dat en die noemt haar First Lady. Een kapsoneleier zouden ze dat in Amsterdam noemen. Alsof hij president is. Hoe aanmatigend kun je zijn als je als prins niet eens democratisch gekozen bent? Want Ineke Pratel en Jetty Buik zijn hier niet bij betrokken geweest. Maar prins Peer heeft zich voorbereid op dit prinschap door de biografie van Bill Clinton te lezen. How to succeed in the White House. En hij heeft ook sigaren thuis op zijn bureau staan. En niet van die Elisabeth Bas, maar echt een speciale melange. 50% pruimtabak. En 50% pijptabak. En thuis onder zijn bureau hangt een bordje pas op je hoofd. Dat is voor de First Lady. Is hij nou scherp genoeg, Peer? Oh. Ja, Peer wilde hem scherper hebben na de zittingsavond. De nacht na de installatie van Peer de Tweede vroeg Helene, zijn prinses, 's nachts in bed. Peer, hoe vind je het om met de vrouw van de prins van Indegat naar bed te mogen? En toen zei hij, dat heb ik altijd al gewild. Maar afgelopen jaar moest ik daar helemaal voor naar Lennesheuvel. Trouwens, waggelaars, waggelarinnen, Helene noemt hem niet voor niks Peer de Tweede. Hij zou eens denken dat hij de eerste is. Maar ik kan hem uit een droom helpen. Dat van die First Lady is ook niet waar, hoor. Prins Peer die reikt toffe peren uit aan mensen die dat verdienen, heb ik vandaag gemerkt. Voor het eerst dat ik dat merkte. Maar hij maakt, het is een onderscheiding van Prins Peer, maar hij maakt onderscheid. Want ik zag Helene zaterdagavond in het Hofpaleis en ik keek zich goed aan. En dat is niet eerlijk, maar zij heeft twee toffe peren. Prins Peer heeft als motto, daar hoorde bij, daar ben je bij. En in het dagelijks leven is hij manager bij de Rabobank. En een week nadat hij was geïnstalleerd als prins, werd bekend dat de Rabobank 8000 banen gaat ontslaan. Werknemers gaat ontslaan. En bij de Rabo hebben ze nu een nieuw motto. Heurde erbij, dan bende erbij. En als we het toch over banen hebben. Mick ging na 68 jaar dicht. Mick, trouwens bakker Bart.
gaat ook sluiten, las ik. Nou, dat valt wel, Bakker Bart kunnen we wel missen, want Bakker Bart zijn dood is een ander zijn brood, denk ik dan maar. Maar Mick ging na 68 jaar dicht en in het veel ondernemingen zagen wel brood in Mick. En zonder aanbestedingsprocedure is deze Mick door Marushka belegd bij een aantal slimme ondernemers en natuurlijk bij de brede school. Want Marushka belegt alles bij de brede school. En dat is democratisch besloten, want Ineke Pratel en Jetty Buiks hebben hiertegen niet geprotesteerd. We hebben dus een prinses in onze raad. Helene. Maar we hebben ook een nar in onze raad, dat is Peter Mannie. Een sluw raadslid, die probeert steeds aan het eind van een debat nog punten te scoren. Dan stelt hij aanvullende en verduidelijkende vragen en die husselt hij door elkaar. Dan is Herbse Boy de kluts kwijt. En in Lennesheuvel hebben ze een kroeg willen vernoemen naar Peter Mannie. Maar dat zou dan de trol moeten worden. Nou, dat wilden ze hem niet aandoen, dus ze hebben die naam veranderd in het Voske. Er is in Indegat ook een kroeg vernoemd naar Anja van der Einde van PvdA GroenLinks. Het Geveltje. En die naam wordt binnenkort veranderd in De Gevel. En wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Ik heb gehoord dat ze die gevel dan in twee kleuren gaan schilderen. Rood rechts en groen links. Vorige week vroeg iemand aan me, hoe durft die Anja van der Einde toch met zo'n décolleté rond te lopen? En toen heb ik geantwoord, daar zijn twee uitstekende redenen voor. In het gemeentehuis hebben ze na de verbouwing wifi. Dat spreek je uit als wifi. Want het is de afkorting van wireless fidelity. Neemt u dat even mee. Maar als je dat weet, dat het wifi is, dan klinkt een advertentie van Carpe Diem toch vreemd in de oren. Gratis wifi bij Carpe Diem. Maar ik vraag me altijd af, waarom zou je wifi bij Carpe Diem willen? Dat je naar huis kunt appen dat je nog niet aan de beurt bent. Of dat je even op je beurt moet wachten. Of dat je nog niet klaar bent. Of naar huis appen dat je wat later komt. Dat je dan niet meer hoeft te eten. Carpe Diem heeft een nieuwe kamer geopend op de bovenste verdieping. En in de krant stond nieuw hoogtepunt bij Carpe Diem. En er stond ook nog bij dat de kamer goed was afgewerkt. Ja, die kranten maken er soms wat van. Ik las in het Brabant Centrum een kop. Aantal deelnemers avondvierdaagse loopt achteruit. U hoorde het aan het begin al, de ambtelijke organisaties van Indegat en Bokkendonk zijn gefuseerd. De ambtenaren hebben tot 2018 een werkgarantie gekregen. Daar waren veel ambtenaren niet blij mee. Die garantie ging nog wel. En met die garantie denk ik dat er wel weer overlast van muizen zal komen. Maar door die samenwerking met Bokkendonk valt voor onze Herbse Boy ook weer een zekerheid weg. Afgelopen jaar zijn in Nederland meer dan 20 burgemeesters afgetreden door verstoorde verhoudingen. Door de nieuwe huisvesting is Herbse Boy zijn eigen kamer op het gemeentehuis al kwijt. Hij is op termijn niet meer zeker van zijn baan door al die fusies. En Ineke Pratel en Jetty Buiks kunnen zomaar besluiten dat hij hier niet meer past. Hij is door Hanne Middenmoor aan de kant gezet. En de enige zekerheid voor Herbse Boy is zijn Christel, zijn first lady. Maar ook niet echt, denk ik. Hij klampt zich vast aan die zekerheid bij zijn Christel.
En om bevestiging te krijgen vroeg hij aan haar: Christel, schat, hou je nog van me? Natuurlijk, boy, zei Christel. Hoe weet ik dat zeker? Vroeg Herbertse boy. Boy, zei ze, als je goed kijkt, kun je het zien. Liefje, kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Dames en heren, een groot applaus voor Ad Boevelaars. Van die rode neus, nee, van die Innsbruck had je mijn rode neus gezien, denk ik. Maar goed, dat terzijde. Ja. Ad was geweldig gevonden, jongen. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Was helemaal goed, helemaal goed, helemaal goed. Jongens, wij gaan verder. Ja, ja. Wij gaan ergens zingen, want op vele verzoek. Ja. Want onze zangkwaliteiten worden wel onderkend, heb ik het idee. Ja. Er komt nog meer zang, hè, straks. Heb ik me laten vertellen, maar goed. Ja. Dat zien we dan wel. Bent erop voorbereid. Jongens, allemaal meezingen alsjeblieft, dan vallen wij niet op. Ja, dus kunnen wij playbacken? Chef! Politiek café in de Rembrandt. Daar is met carnaval van alles aan de hand. Ja, tijdens Politiek café in de Rembrandt, daar vullen wij de gemeente aan de tand. De wawa gejank over het verdwijnen van een bank, een actiegroep er snel op gericht. Het gemeentehuis zat vol, en onder het genot van een bol is de wethouder toch weer gezwicht. Een alternatieve plek werd gezocht, op een plein in een bocht. Vele opties passeerden de revue. Hij stond bij de rechter, maar daar is een vechter. Op de Zwaanse brug, daar komt hij nu weer. Tijdens Politiek café in de Rembrandt. Daar is met carnaval altijd iets aan de hand. Ja, tijdens Politiek café in de Rembrandt. Daar vullen wij de gemeente aan de tand. Plan Stap werd gestart, wat ging het toch hard. Een historische as werd gerealiseerd. Eerste gedeelte ging goed, maar met haastige spoed lag op de burgerhekker toch weer verkeerd. Heel Boksel schrok wakker van de kupjes in de akker. Ze lagen er en dat was een feit. Van den Broek in een stoel ging bijna op zijn smoel. Boksel is weer 35 mil kwijt. Hey, allemaal! Tijdens Politiek café in de Rembrandt. Daar is met carnaval van alles iets aan de hand. Ja, tijdens Politiek café in de Rembrandt. Daar vullen wij de gemeente aan de tand. Ondernemers lopen weg, verhuurders hebben pech. Ja, het is wat met de Bokselse leegstand. Naar een oplossing wordt gezocht, maar wel heel kort door de bocht. De gemeente maakt 100.000 euro vrij. Van buiten naar binnen, waar gaan we mee winnen? Dat is probleemverschuiving volgens mij. Hey! Tijdens Politiek café in de Rembrandt. Daar is met carnaval altijd iets aan de hand. Aan
hand. Tijdens Politiek Café in de Rembrandt. Het is zo makkelijk. Daar voelen wij de gemeente aan de tand. Laat hij keer! Tijdens Politiek Café in de Rembrandt. Daar is met carnaval van alles aan de hand. Tijdens Politiek Café in de Rembrandt. Daar vullen wij de gemeente aan de tand. Applaus voor jullie! Ja, applaus voor jullie. En dan gaan we naar hun huis op bent. Even. Ja, hey. Ook, ja, ook hun. Ja. Hey. Ze moeten ons elke keer maar weer zien te volgen, hè. Och, joh.